aan mijn salescarrière bij Douwe Egberts is begonnen in het prospectteam. Het is een jong team wat heel gemotiveerd is en wat elkaar eigenlijk gezamenlijk naar een hoger doel eigenlijk wil brengen. Dus het is enerzijds gezonde competitie, maar anderzijds zijn we er allemaal om elkaar te helpen om het zo goed mogelijk te doen. Nou, wij motiveren elkaar door aan het begin van de week een doel met elkaar te stellen voor het einde van de week. En elkaar continu te triggeren om dat ook met elkaar te halen en er zelfs kleine competities aan te hangen. Ik ben begonnen in het prospectteam. Daar heb ik koud gebeld, afspraken gemaakt. Vervolgens ben ik naar het retentieteam toegegaan. En nu zit ik een klein jaar in de buitendienst. Het coachingstraject bij Douwe Egberts is eigenlijk opgesplitst in twee delen. Waarbij je enerzijds on the job wordt gecoacht in het verbeteren van je gesprekken. En anderzijds een losse trainingsmodule waar het gesprek wordt opgeknipt in losse onderdelen. En je die stuk voor stuk gaat behandelen. Het coachingsproces binnen de Sales Academy is heel persoonlijk. Dus er wordt echt middels de teamleads en jou persoonlijk gekeken. Hoe stond je er een maand geleden voor? Hoe kunnen we dat gaan verbeteren? Ze luisteren mee met je, ze luisteren gesprekken terug. Tevens gaat je leidinggevende één keer in de zoveel tijd met je mee. Die heeft een vaste scorekaart waarin hij elke keer laat zien van nou, dit gaat er goed, dit kan er nog beter. En dan zie je dus ook elke keer de progressie die je maakt. Ja, het meest gave aan mijn rol, dat vind ik in ieder geval dat ik overal dus op locatie kom. Met allerlei verschillende personen in gesprek ben. En ook verschillende belangen zijn er. Horeca die wil geld aan de koffie verdienen. Anderen willen juist weer tevreden medewerkers. En zo ben je continu met iets anders bezig en op zoek naar een andere oplossing. Mijn ambitie bij Douwe Egberts ligt vooral bij large accounts. Dat zijn weer andere trajecten waarvoor je andere werkskills nodig hebt. En dat is weer een nieuwe uitdaging waar ik weer veel van kan leren.